Technologie, het heeft ons veel gebracht. Van het wiel tot de stoommachine, tot de allerbelangrijkste uitvinding van allemaal, de autocue. Tijd om het laatste technieuws te bespreken in de bonusronde. Dit is het nieuwste. Wauw. Die graphics zijn niet het nieuwste. Van het nieuwste. Ja, met een filmpje uit 1830, maar dat geeft niet. Ja. Het is heel makkelijk. Jullie zien een recente nieuwskop over technologie en wetenschap met weggelaten woorden. En aan jullie de schone taak om die op te vullen. Handen aan de knop. 17-jarige student bouwt werkende wat? Lelylijn. Oh. Tegenwoordig kunnen... Zelfmoordcapsule. Ja, die is gebouwd in Zwitserland. Ja. Oh. Waarvan ik ook denk... Die man die heeft het dan ontwikkeld. En die heeft gezegd, hij doet het. Maar die man leeft nog. Dus hij heeft dat getest zelf. Ja? Met een zuurstofmasker op. Okay. Is hij in dat ding gaan liggen. Ja, maar dat kan... Ja. Nee, ja. Nee, maar hij is nu wel getest. En... Ja, ik las dat en ik vond dat wel prachtig eigenlijk. Ja. Ja. En niet omdat ik nou dood wil of zo. Ja. Maar gewoon om op zo'n humane manier te sterven... Die meneer heeft het ook gemaakt zonder winstoogmerk. Ja, ja. Gewoon dat mensen dat kunnen gaan doen. Hij kan ook na de dood de portemonnee maar pakken. Maar wat ik cool eraan vond, is dat je hebt een knop en je doet het zelf. Ja. Dus in plaats van dat een dokter dat bij jou moet doen... Gaat die capsule in en dan... Maar het is ook een heel klein... Ik zag het, is ook een heel klein soort raar capsule met een soort lichtstoel. Daar, nee, ik weet niet, maar het kan ook zijn dat als je erin stout, dat je kroeg, oh, die knop. Hè, dat je dan... daar gaan we. Dat was niet goed. Nee. Wat? Nee. De 17-jarige student bouwt werkende kernfusiereactor. Ah. Wow. Ongelooflijk. Dat is wel crazy. Ja. De in Engeland studerende Italiaan Cesare Mencarini bouwde de reactor met behulp van een 3D-printer, YouTube-filmpjes en een AI-chatbot. Ondertussen had ik vorige week de grootste moeite om een fatsoenlijk gerecht te googlen voor spaghetti carbonara. Zie je toch een verschil? Je moet zeg maar de eieren laten... De ei moet je laten garen in de pan. Nee, op... Nee. Als je de spaghetti al gemaakt hebt, vuur uit en dan... De eitjes dus laten garen in de spaghetti. Mm-hmm. Dat is de key. Chef's special. Ja, misschien wel de eerste chef's special grap die ik ook echt wel leuk vond. Mijn hele leven. Dankjewel. Heel de eerste zijn. We hebben er nog één. Wie of wat geplaagd door technische problemen? Oh. Ja, de Carter Bolshart. Of tenminste, de... zijn musical. Zijn musical. Of... Er was een musical. Een spektakel musical. Maar dat is een nieuw ding, hè? Dat moet je... Hoe kijk jij daarna als muzikant? Er zijn heel veel spektakel musicals. Dus... spektakel musical? Ja, nou, dit is Moulin Rouge. Moulin Rouge was een spektakel musical. Met heel veel dans en... Ik denk dat dat zoiets is waar je dan heen gaat. En waar ik dan alleen maar daarna over kan zeggen... Wauw, ja, de productie was wel echt heel goed. Ja. Maar dat het me niet in mijn ziel heeft kunnen raken. Voilà. Ja. Ja. Deze week was er ook een andere musical van mijn nieuwe beste vriend Gert Verhulst. Van Samson en Gert. Ja. En die heeft nu een bedrijf en die heeft een spektakelmusical gemaakt, ook. 4045. Oh ja. Over dat spektakel wat de Tweede Wereldoorlog was. En de hond Samson gaat bij de NSB. Dat is heel graag. Nee, dat is met rijdende tribunes. En dat is echt waar. Dus je zit helemaal in de actie en je hebt één rijdende tribune. Als je daar, dat zijn hele dure tickets. En die tribune rijdt dan naar een voorstelling die wel goed is. En dan kun je die bekijken. Maar wat ik even wilde zeggen... Er is kritiek gekomen op die Studio 100 musical. Omdat ze hebben hem in België gedaan. Mm-hmm. Maar ze hebben het verhaal dus één op één naar Nederland getransporteerd. Ah, ja. Sorry voor mijn woordkeus. Maar dat is gebeurd. Maar dat is heel raar. Dat is heel raar. Dus er zit bijvoorbeeld een verhaal in de Belgische musical... dat in België is in de Tweede Wereldoorlog... is er een trein met Joden tegengehouden door verzetstrijders. Ja, ja. Vlakbij Mechelen. En er zijn heel veel mensen kunnen vluchten uit die trein. En dat is een grote heldendaad geweest. Het is ook de enige keer in Europa dat gelukt is. Maar dat verhaal is nu gewoon helemaal naar Nederland gebracht. En het speelt dan zogenaamd nu in Rotterdam. Maar ja, dat is helemaal niet zo. Dat zouden wij nooit doen, nee. Nee,
in Rotterdam is er wel eens een trein met Joden tegengehouden, maar dat was bij een voetbalwedstrijd. Zou ik dus dat was. Maar. Dat is een andere musical, hè? We zijn de F-side. Nou, maar. Ze houden wel van zingen. Ze houden wel en van zingen. Samen. Moulin Rouge werd geplaagd door technische problemen. Ja, dat is helemaal goed. De nieuwe musical Moulin Rouge met een van de hoofdrollen Carlo Bossart is in technisch opzicht een van de meest complexe musicals die ooit in Nederland is opgevoerd. Met duizenden lichten, kranen en speciale effecten. Maar dat heeft ook een keerzijde. Eerder werden de voorstelling tijdens de try-out al stilgelegd vanwege mankementen. En deze week ging het brandalarm af, waardoor de kaas met het publiek minutenlang op het parkeerterrein stond. Ja, en je weet wat er gebeurt als er plotseling een Bossart in uniform op straat staat. Daar komen meteen allemaal daklozen op af. We hebben er nog één. Eet wat voor een stralende huid. Ik weet niet of het een actualiteit is, maar jij kan me er misschien meer over vertellen. Nee, grapje. Eet sperma voor een stralende huid, dacht ik. Dat is gewoon een grapje, hè? Nou ja. Als je straalt wel, je huid straalt wel. Niet zie je. Maar eventjes, doe je dat dan 's ochtends met muesli? Hoe werkt dat? jij vertelde me voor de opname. Jij doet een carnivore. Een carnivore dieet. Alleen maar vlees. Ik heb vanmiddag 250 gram ossenhaas gegeten. Ik eet ook vis, dus ik had 2 haringen op in de ochtend. En ik eet gewoon alleen maar vis en vlees. En het is echt heerlijk, maar het is niet iets wat ik heel Nederland aanraad. Want als iedereen het zou gaan doen, dan is binnen 1 jaar de aarde op. Ja, dat is alleen jij. Alleen jij. Ja, ik weet niet, maar het lijkt me niet verstandig, maar. Zeg nu maar even sorry tegen de rest van Nederland. Zeg maar even sorry. Sorry. Shame. Shame. Ja, bedoel. Shame. Jij doet het ook. Ik heb het ook gedaan. Wat helpt dat dan? Wat is daar de kracht? Nou, zo te zien niet zo heel erg, hè? Ah, joh. Doe eens. Hij ziet er hartstikke goed uit, kijk. Oh. 10 kilo. 10 kilo af. Ja, en ga nog even door, hè. Dus, heel maar, goed. Maar ik vond jou ook toen mooi. Ook met die 10 kilo. Ja, Mark. Vond ik jou ook mooi. Hebben jou altijd dat wil ik gewoon wel gezegd. Ja, dat gaat uiteindelijk toch om inner body acceptation. Ja, maar is dit nou pesten of is dit serieus? Nee, dit zeg ik serieus. Want het was echt zo'n moment van, kijk, ik ben dun. Dan gingen we met z'n allen verklappen. En nou, dun. Yeah, whatever, bla, bla. Eet wat voor een stralende huid? Perzik. Ja. 100%. Nee hoor. Eet modder voor een stralende huid. Ah, ja, modder. Ja. Maar ja. Perzik die in de modder heeft geleefd. Ja, oké. Okay. Dus de nieuwste trend op TikTok is het eten van modder, aarde, grind en klei. Dat door de enorme hoeveelheid micro-organismen zou bijdragen aan het verminderen van rimpels en oneffenheden. En ja, dat moet wel werken, want heb je ooit een rimpelige vorm gezien? Tot zover de bonusronde. Dit is het nieuwste. Yes, deze video zit er alweer op. Nu kan je eindelijk weer aan het werk. Of je kijkt nog een video. We gaan niks tegen je baas zeggen. Ga naar ons kanaal, word lid, like en abonneer. Doei! Thank you.